Thijs, even naar Bloemendaal terug, die na-competitie. Dat is natuurlijk een heel vervelend iets, want je moet tegen twee hogere klassers die erop gaan. Moedig, je moet ver weg, maar wat denk je zelf? Ze spelen aankomende zondag in Amersfoort tegen een verschrikkelijk lastig ploegje. Ja. Keihard. Keihard, fysiek sterk. Dus daar zullen ze, een Bloemendaal kennende, die het toch wel moeilijk hebben om in fysieke duels te voetballen, zullen dus wel heel veel moeten voetballen om uit de duels te blijven. Ja. En goed, maar ik denk dat Tim wel een goede tactiek zal verzinnen. Maar ik denk dat als je toch wat ingezakt gaat spelen en snel probeert achter de linies te komen, dat je dan wel een goede kans gaat maken. Ja, je krijgt ze eerst uit, dat is mazzel. Dat is wel lekker, ja. Maar het wordt twee hele moeilijke potjes. Ja. Maar het clubhuis zal blij zijn. Ik denk dat het clubhuis wel blij is, ja. Maar ja. We zijn nu ook met een zootje bussen zijn ze gegaan. Ja, dat is waar. Vlaggetjes mee en toeters mee. Dat was wel een deceptie hoor, voor iedereen. Ja. Vervelend. Wow. Ted, bij jou is het helemaal klaar nu? Ja. Jullie gaan nu? Ja, we trainen deze week nog en volgende week, dinsdag trainen we ook nog. Ja. En dan hebben we vrijdag hebben nog een afscheidsavond voor onder andere Carlos en Jeffy. Ja, maar dat doen we wat meer formeel met wat bestuursleden, een aantal sponsoren. Maar geen toernooien, geen bijzondere wedstrijden? Nou ja, je speelt 34 wedstrijden. Ja, dan ben je blij dat je er even af bent. Nou ja, normaal heb ik maar normaal hadden we ongeveer 95 trainingen in een jaar. Als je 28, 30 wedstrijden speelt. Ik zit nu al op 115. Ja, dus dat is 20 meer. Dus reken maar uit, dat is ongeveer 6, 7 weken waarin je langer bezig bent. En dat hakt er zo in. Ja. Kijk, en wat ik net al zei, wij zijn ook een ploeg die het van het collectief moet hebben. En niet makkelijk voetballende ploeg. Omdat 9 van de 10 keer de tegenstander over het algemeen wat meer kwaliteit heeft. Ja. Dus die jongens die zitten er helemaal doorheen. En het veld is natuurlijk een groot nadeel voor jullie. Ja, aan de ene kant wel. Hè. Aan de andere kant, toch voorlopig altijd nog je de meeste punten hebben thuis. Maar dat is logisch natuurlijk. Hoezo? Nou ja, dan ben je toch altijd meer aanvallend als je thuis bent. Maar het is wat Ted net denk ik zelf zegt, voetballend ben je niet altijd de betere. Misschien werkt dat veld wel juist in je voordeel. Ja, precies. Ja. Want daar gaat het dan om. En, natuurlijk speel ik het liefst altijd op een goed veld. Maar zolang je nog de meeste punten thuis haalt. Ik ben wel met eens, er moet wel wat meer aan gebeuren. Want het is eigenlijk tweede divisie onwaardig. Ja. Maar als ze kijken en tegenstanders, die komen vaak aan. Die denken, dat veld ziet er nog wel redelijk uit. Ja. Totdat ze erop komen. En dan zakt bij hun vaak ook wel even de moed in de schoenen. Daar sta je vaak alleen nog voor. Even over de toekomst. Het tweede gaat weer voor het Nederlands kampioenschap spelen. Jeroen. Kroes is daar de trainer op het moment. Zeer succesvol. Hè? Ze hebben geen wedstrijd verloren. Ze hebben de laatste wedstrijd was 0-0. Hij gaat naar de zaterdag. Vind jij dat jammer? Want jullie werken goed samen. Jammer. Ik vind het een goede zaak dat hij binnen de club actief blijft. Kijk, alleen het is natuurlijk wel zo. We hadden het net aan dat wij hadden dit jaar een hele grote selectie bij 1. 25 man plus 3 keepers. Er waren twee jongens die met een kruisband dan wegvielen. Maar als er iedere week jongens als Vincent Kwant, Tim van Soest, die zijn dat niveau ontstegen. En daardoor is het gewoon heel erg jammer. En daar zijn ze wel mee bezig, wat ik heb begrepen. Wat die jonge elftallen dan instromen in die tweede en derde divisie. Dat ze eigenlijk het tweede van de HFC ook in een tweede of derde klas niveau willen laten instromen. Want daar hebben die jongens wat aan. Er zit nu zo'n enorm groot gat. Tussen die onder 19 en dan naar het tweede toe, want dan lopen die jongens met twee vingers in hun neus. Ja. Wedstrijden winnen met 12-0, met 11-0. Ze winnen voor de beker van Pancratius. Dat zegt al genoeg. Net wat ik zeg, er lopen wel iedere week lopen de 4-5 jongens uit het eerste mee te voetballen die er mee trainen. Ja, en die maken over het algemeen wel het verschil. Ja. Die zaterdag 1, die moet in de vierde klas beginnen, want jullie hadden afgelopen jaar het zaterdagteam teruggetrokken. Waarom is het niet zo belangrijk, maar dat is toch vervelend, want dan ga je toch 10-0, 10-0, 10-0, totdat je eindelijk in die tweede klasse zit. Daar ben ik niet met je eens. Nee. Want ik denk, er gaan steeds meer ploegen op zaterdag voetballen. Ja, dat is waar. Stormvogels gaat op zaterdag voetballen, dan komen ze waarschijnlijk in de competitie. Ik heb begrepen dat Heijs een heel goed elftal op de zaterdagcompetitie ingaat. Dus dat wil niet zomaar zeggen dat je elke wedstrijd met ik weet niet hoeveel wint. Okay. Kijk, maar je moet ergens beginnen. Ja.
En dat hebben ze een aantal jaren geleden met de jeugd gedaan. En ik denk, waar we het net over hadden, op het moment dat ze dan hoger opkomen, en dat is natuurlijk wel de bedoeling, en dat het dan wel beter is om zo'n jongen onder 19 te zeggen van, nou, ga een jaar in die zaterdag spelen. Kijk naar AFC Amsterdam. Ja. En die stoten zo door naar de hoofdklasse volgend jaar. Absoluut, ja. Dat is prima natuurlijk. Wordt het een tripartite overleg of ga je alleen met de nieuwe trainer van de tweede in overleg? Hoe gaat dat? Nee, met die zaterdag daar... Ja, wat er loopt aan, er zijn één of twee talenten, dus je zou zelf natuurlijk nog kunnen kijken. Wat dat betreft, dan kan je wel vragen natuurlijk aan Jeroen hoe de ontwikkeling is van die jongens. Maar in principe hebben wij niks met die zaterdag te maken. Het is ook nog zo dat op het moment dat een jongen van de zaterdag uiteindelijk bij 30 keer heeft meegedaan, kan hij niet weer terug. Dat mag hij niet meer terug, hè? Nee, dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, probleem. Maar ja, de vereniging is zo uit zijn jas gegroeid. Ja. Dus ik denk dat het alleen maar een goede zaak is om te kijken van hey, waar kunnen we nog onze winst boeken. Je boekt in ieder geval winst met de nieuwe trainer van tweede. Ja. De trainer van Zandvoort. Jij kent hem ook goed, Martijn. Vertel eens wat zijn krachten zijn. Ik denk dat we zijn krachten dit jaar niet heel erg gezien hebben. Ik denk dat het voor heel Zandvoort dit jaar een tegenvallend seizoen is geweest. Hij schijnt tactisch wel enorm goed onderlegd te zijn. Komt natuurlijk ook, hij heeft de profervaring. Hij zou bij Ajax gaan voetballen, maar nu hij bij HFC komt, kan dat niet meer. Nou, dat was zijn plan. Ja. Nou ja, goed, hij, iedereen is lyrisch over hem. Overal, want hij heeft hiervoor bij Ajax de amateurs heeft hij getraind. Hè? Ja. Ja, ik denk dat het en voor HFC, maar ook voor Laura zelf een logische vervolgstap is om hem op deze manier te doen. Het is net als Ted een mensenmens. Hij hoort bij HFC, dat is een groot voordeel. Ken je hem? Ja, ik ken hem altijd. Ja, want ik heb zijn broer nog getraind. Hè? Oh ja? Arturo. Waarom? Oh, natuurlijk, ja. En Laurens komt natuurlijk daar later ook, dus had je wel eens contact met elkaar. Ja. Nog één vraag over die grote selectie, hè? Als ik vlug telde, zat je over de 30. Ja, dat wordt volgend jaar anders. Hè. Ja, wat ga je veranderen dan? Nou, de selectie van de eerste wordt kleiner, ook om de jonge jongens wat meer kansen te geven. Dus. En wij gaan nu werken met 20 spelers, 20, 21 spelers en 2 keepers. Dus ja, dat scheelt toch wel een mannetje op 5, 6. Mag ik je nog een ernstige vraag stellen? Ja hoor. En Carlos en Jeffrey waren toch betere voetballers in de hele selectie. Die gaan weg. Wat doen jullie dan om die jongens te houden? Nou, Carlos heeft alles aan gedaan om die te bouwen. Ook omdat Carlos lang heeft getwijfeld, omdat er ook geen club kwam waar hij eigenlijk graag naartoe wilde. En ja, Jeffrey, wat ik net al zeg, jij vindt dat een beter voetbal, maar we hebben denk ik de beste resultaten gehad zonder Jeff op een gegeven moment. En dat geeft hem wel, want ik vind Jeff een fantastische jongen. En ook gewoon een goede voetballer, alleen ja, aan de bal. En wat ik net al zeg, wij hadden meer de bal niet. En dan kies je toch voor een ander type speler, meer voor een Kevin de Visser of Michael Timusela. Ja. Ja, Michael, ja, oké. Okay. Kijk, ja. Dus bij Jeffrey was het meer... Ja, natuurlijk voor Carlos ook zijn eigen keus en voor Jeffrey ook wel. Maar ja, dat gebeurt. Kijk, als er twee jongens op een groep van 23 weg gaan, dan ben je toch spek kopen. Want dan kan je weer de volgende stap. Je moet natuurlijk niet vergeten. Dat doen we vorig jaar met, geloof ik, 8-9 nieuwe jongens moesten beginnen. Ja. Ja, dan sta je er wel wat even anders op dan dat we nu gewend zijn met elkaar. Overigens... Een prachtig resultaat, hè, dat je erin blijft op zo'n 13e plek. Ik vind het echt, want het was hem een competitie. Nou ja, dat klopt ook wel natuurlijk. Kijk, en er komen mensen naar me toe van, ja, je hebt behoorlijk wat kampioenschap, maar dit is een beter resultaat dan al die kampioenschappen die je hebt behaald. Ja. Want ja, ga er maar aan staan. En iedereen weet hoe de situatie is. Maar AFC, daar hebben we het net ook over gehad. En je weet ook, dat weet ik als genander natuurlijk, hoe dat bij die andere clubs allemaal is geregeld. Bij Katwijk, bij Excelsior, bij Kozakkenboys, Spakenburg. Als je voor het seizoen zegt dat je 8 punten boven Spakenburg staat, ja, dan zeggen ze, ben je wel goed bij je knar. Wel een terechte kampioen. Ja. het zat er nog even in dat je ook boven Katwijk zou eindigen, maar dat is net niet gelukt. Nee, maar ja, Katwijk is natuurlijk ook een stabiele ploeg die al jaren bij elkaar zit. En wij net nieuw begonnen, maar het zal volgend jaar zal het niet makkelijker op worden. Wat was in jouw carrière de leukste waar je geweest bent? Hardenberg. Ja? Ja. Dat zeg je ook steeds. Ja. Wat verschilt tussen Hardenberg en AFC dan? Ja, gewoon de hele beleving daar, de mensen eromheen, de beleving van de mensen, de supporters. Die ook al sta je er nog zo slecht voor, altijd meegaan naar uitwedstrijden. Het is daar allemaal een stuk gemoedelijker. Ja.
Ja, ik heb daar gewoon een fantastische... Kijk, bij Rijnsburg heb ik natuurlijk heel veel resultaat geboekt. En dat is ook een geweldige club. En mede ook door de resultaten die je hebt geboekt. Maar bij Hardenberg was dat nog een tandje erger. Het opmerkelijk is dat de toeschouwers van HFC gaan het liefst naar HFC, hè? Ook. Ja, dat is dit jaar gegroeid. Ja. Maar zo zijn er heel veel clubs, hoor, die daar heel graag heen gaan. Of die al wel graag zien dat de supporters van Hardenberg komen. Ja. En ik ben ook blij dat ze het gered hebben. Je bent een blij mens bij HFC. Absoluut, ik heb het goed naar mijn zin. En, er moeten nog wel stappen gemaakt worden, maar daar zijn we mee bezig. Wat is voor jou de leukste club, Kees? Want je zit er ook bij een aantal, hè? De leukste club waar ik gewerkt heb, ja, dat is lastig, want ja, waar je werkt zijn altijd leuke clubs. Maar over gemoedelijkheid en over sfeer vond ik Noordwijk. Noordwijk? Ja. Oh, wat leuk. Dat vond ik een van de leukste clubs. En ook vanwege de fantastische accommodatie, maar ook de mensen eromheen waren altijd zeer gemoedelijk en bereid om wat extra's te doen. Leuk club. Kampioenschap van Feyenoord, tevreden? Heb ik gevoetbald. Ik heb het van Leonard van Utrecht gehoord. Dat is ook geweldig. Ja. Jongens, competitie in de Eredivisie afgelopen. Je hebt het gezien wat er in Rotterdam gebeurd is. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Op de 14e mei, een speciale dag natuurlijk. Zeg het maar. Terecht kampioen. Absoluut. Gewoon geweldig voor die mensen daar. Ja, die hebben er zo lang naar gesnakt. En als je dan die emotie ook ziet van die mensen, ja, dat is gewoon geweldig. Nou, maar ook van Bronckhorst. Ja, van iedereen. De supporters en de spelers, trainers. Ja, gewoon geweldig. Dat kan het alleen bij die club volgens mij. Ja, is ook gegund, hè? Ja, ben aan de beurt. Je bent zo stil. Nee, ik zit te luisteren. Ik bedoel, dat zijn toch twee zwaargewichten bij ons in de regio. Zeggen, dus, ja. Maar nu wel, vroeger al. Heb je nog wat? Heb ik nog wat? Nou, eigenlijk, ik vraag me wel één ding af. Ja. Het gat hier in de regio, hè, tussen AFC en de rest, is eigenlijk veel te groot. Ja. Waardoor jongens als ik noem wat, die bij een edel voetballen en niveau daar gewoon makkelijk aan kunnen, die stappen uiteindelijk over naar een clubje in. Nou, ik noem wat de Bollenstreek. Is dat een nadeel voor jullie? Of zeg je van eigenlijk is er uit voor ons zitten wij al boven het niveau wat hier verder in de regio is? Zitten hier weinig talent? Ja, natuurlijk is het een nadeel, maar daar heb HFC ook last van. Hè. Vorig jaar zijn er ook vier jongens naar de Bollenstreek. Ja. Nu ga ik alles ook naar de Bollenstreek, terwijl de Bollenstreek vroeger de hele weg hier niet naartoe wist te vinden. Ja, zijn ze natuurlijk ook intussen wakker geschud. En ja, dan moet je dus goed gaan kijken, hè, bij een Edo of wat dan Stormvogels of Velsen, of daar eventueel nog een jongen loopt die in aanmerking komt om eventueel bij HFC te spelen. Alleen, dan moet hij wel weer beter zijn als een jeugdspeler. En dat is vaak al hier het geval. Ja, dus ja, deze regio niet zo. Nee, dus dan kom je toch snel op jongens die hun sporen hebben verdiend in het betaalde voetbal uit Amsterdam of waar je naar moet gaan kijken. Maar het is wel een nadeel. Kijk, en daarom is het wel mooi dat Bloemendaal nu ook in die lift zit. Ja, absoluut. En ik hoop dat ze het halen, want hoe kleiner die afstand is, hoe beter het is, hè, voor het voetbal. Ja, zeker. Ja. Zeker als HFC onze spelers weg zou halen. Nee. Had jij net niet een lijstje met allemaal fantastische namen? Ja, dan krijgen we het terug. Gewoon tijdens de tijd. Ruilen we het in, ja. Maar het gekke is, hè, HFC is dus een regionaal opleidingsclub. Zijn jullie dat ook al, of niet? Nee, we zijn nog niet de stappen die ik HFC heb gemaakt. Ik vind het wel waard, hoor, dus het zou zo maar we zijn nu pas eigenlijk een jaar bezig. Het bestuur heeft wel al de lijnen heel goed ingezet. Ja. En er is een duidelijke visie waar ze naartoe willen. En ja, daar mag ik een invulling aan geven. Maar zover als Koninklijk HFC is, zijn we nog lang niet. Nee. En het zal nog wel een tijdje. Dus ze zijn zelfs trouwens 2 jaar terug of 3 jaar terug nog de beste jeugdopleiding van Nederland geweest. Dus, nou, dat zegt toch meer dan... Dat is ook veel groter, hè? Ja, het is ook veel groter. Onderbouw is veel groter. En je moet niet vergeten, in de A-junior of onder 19 dit jaar lopen ook heel veel jongens die van buitenaf zijn gekomen. Ja. Omdat er toch heel veel jongens op een leeftijd van 17, 18 jaar, die kiezen dan voor de studie. In plaats voor het voetbal. Maar ook uit betaald voetbal, een heleboel jongetjes, hè? Die vandaan komen. Maar afgevallen zijn. Die komen dan wel weer terug. Natuurlijk, omdat jullie op een lekker niveau voetballen. Ja. Dus maar dat aspect is van belang, want doordat je regionale opleidingsclub bent, is iedere vereniging om je heen eigenlijk jaloers als hun betere spelers gehaald worden. Ja. Maar ze worden ook bij HFC gehaald. Vorig jaar gingen er 4 uit de 110 naar Volendam en noem het maar op. Ja. En dit jaar, nu al, een jongen van 13 onder contract bij Sparta. Ja.
Bij Ajax worden ze weggehaald, bij Juventus worden ze weggehaald. Er is toch geen reden om jaloers te zijn? Je moet trots zijn als een van de spelers naar een topclub gaat, toch? Ja, ik ken iemand die regelmatig bij hun langs de velden loopt. Ja. Op zaterdag die speeltjes bekijkt. En dan staan er genoeg. Ja. Meeneemt naar een voetbalschooltje in Alkmaar. Dus, maar ze zijn op jullie ook jaloers, hè? De clubs eromheen. Hoe hoger je speelt, dat trekt nou eenmaal jonge jongens aan. Ook met zo'n volgsysteem dat jullie hebben, ben je natuurlijk ook een voorloper in. Ja. Want inmiddels, bij AFC is dat inmiddels ook ingezet, hè? Ja. En er zijn nog een aantal clubjes die dat nu gaan neerzetten. Ja. Wat dat betreft, complimenten natuurlijk weer aan Kees en Bloemendaal. Ik ben ook een beetje gepikt van een ander clubje. Je hoeft niet het ijs in te zorgen, maar goed. Je probeert een paar ervaringen te binden en dat neer te leggen. Dus, maar beter goed gepikt dan gemist. Ja, vind ik. Maar ik was echt diep onder de indruk. Wat doen jullie dat goed, zeg? Nou, de woensdagmiddag loopt ook altijd lekker. Fantastisch. Ja. En er lopen ook leuke ventjes van 5 jaar, hè? Ja, je hebt ze ook gezien, hè? Ja, dat is het leukste. Daar zit goed talent, kindje, jongen. Dat is echt fantastisch. Ja, dat is maar is bij HFC ook zo, hè? Ja. Ik heb hun onder 8 gezien. Ja. Poeh. Maar ook bij de minis. Nou, die gaan we nog iets te ver diep. Maar die onder 8, er zit ook wel een paar aardige kan je zien. Er zit echt een paar talenten in. Ja. Maar ja, die worden weggehaald. Dat geeft ook helemaal niks. Want dat, is, dat weet je, dat gebeurt overal. Ja. Net als je het goed doet, komen ze terug. Dat zie je. Ja, precies. Als ze afvallen. Dan komen er weer een aantal jongens terug onder de 17 en onder de 19 die het net niet gered hebben. Nou, ervaring rijken. Als het goed is, heb je daar een betere speler voor terug dan dat hij weg is gegaan. Ja, meestal wel natuurlijk. Ja. Ze leren er wel veel. Nou ja, en ik vind het altijd, dat heb ik natuurlijk ook uit ervaring. Op het moment dat je met die jongens gaat werken en ze komen dan bij de selectie. Dat ze op het moment dat ze die onderbouw hebben, dat ze ook maar sneller aanhaken. Ja. Omdat ze dan toch een bepaald niveau van trainer gewend zijn. Hè. Ze hebben geholpen en dat geeft helemaal niks, want die doet prima. Maar als je Koen neemt, die heeft die onderbouw niet. Maar je ziet dat. Ja. En hij doet er alles aan om dat te verbeteren. Maar het is net even een bal aanname, dat die bal net even... Ja, en die jongens, die pikken dat dan weer sneller op. Ja, van 5 keer in de week trainen word je wel beter. Tuurlijk, is ook zo. En betere spelers om je heen. Dus, ja, dat scheelt allemaal. Wij hebben er veel van geleerd, Martijn. Nou, van deze twee mannen. Hartstikke bedankt. Het is ontzettend trots dat jullie hier waren. En graag nog een keer in de toekomst. Komt goed. Dankjewel. Als we allebei kampioen worden, dan ben ik net. Nou, dat is een afspraak, hè. Als jullie het halen, dan kom je nog, hè. Met dat lijkt me wel echt. Ja, dan moeten we zeker Frank Drochtop en Tim Jona dan ook. Okay. Ja, dat zijn wel de mensen die dat doen. Elke dag kaart voor werken. Dus, En als jij erin blijft volgend jaar, kom je ook weer, hè? Dan kom ik weer. Dus, dankjewel allemaal. Okay. Graag gedaan. Nou, dat was hem dan. 023 Voetbal. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met nieuwe gasten. Dank u wel voor het kijken.